In deze video ga ik jullie uien snijden op twee verschillende manieren. Als eerste gaan we het ui schoonmaken. Dat doen we eigenlijk op een hele simpele manier. We snijden het kopje en het kontje eraf, niet te veel. Nu snijden we de ui netjes door midden. Nou, daar is het uitje heel makkelijk te pellen. Als dit gebeurd is, snijden we netjes van bovenaf allemaal een soort van reepjes, zodat het kontje vast blijft zitten. Wat we vervolgens gaan doen, is hem vanaf de zijkant insnijden, horizontaal. En vervolgens kunnen we heel makkelijk blokjes hiervan snijden. En voor de uieringen is het natuurlijk heel simpel. We snijden halve uien gewoon netjes in mooie ringetjes.